Wilderen ligt in de regio Haspengouw, bekend van zijn prachtige landschappen, bloesems en fruitbomen. En ze weten hier echt wel hoe ze daar het beste uit moeten halen. Want ze hebben hier onder meer een eigen wijndomein, een brouwerij en bijzondere scooters. Ik ben benieuwd. Ik ben Eileen, ik ben 26 jaar. Ik woon al van kleins af aan in Wilderen, net zoals mijn familie. Ik woon hier niet alleen, maar ik werk hier ook als leerkracht in het dorpsschooltje hier in Wilderen. Hey, dag Eileen. Hallo. Bedankt om mij hier vandaag uit te nodigen. Wat maakt Wilderen nu eigenlijk zo speciaal? Wilderen is een deelgemeente van Sint-Truiden. Dus we liggen op 4 kilometer van de stad van Sint-Truiden. Daarom dat ik hier ook zo graag woon. Je ligt kort bij de stad en toch heb je dat plattelandsgevoel. Het is ook een dorp waar wijn en bier te bieden heeft van topkwaliteit. Er zijn ook verschillende kleine restaurantjes waar je heel lekker kan eten. Er zijn ook leuke fietsroutes en wandelroutes. Dus kortom, eigenlijk een echt begonnen dorp. Oké, klinkt super. En ook wel een aantal bijzondere gebouwen heb ik al gezien, zoals de kerk hierachter. Ja, hier worden momenteel geen vieringen meer gegeven, maar het is een bezoekerscentrum. Dus je kunt in de toren naar omhoog gaan en daar kan je eigenlijk de geschiedenis van Wilderen ontdekken. Oké, klinkt super. Jij gaat mij vandaag rondleiden. Wat wordt onze eerste stop? We gaan eerst naar het wijndomein Gloire de Duras. Oké, dat klinkt al heel goed. We zijn hier op het wijndomein Gloire de Duras. Het wijndomein is van Peter Nijskes. Hij doet het samen met zijn vrouw Hilde. En het mooie wat ik hieraan vind, is dat hij dat samen doet met zijn 3 kinderen ook. Die hem heel fel ondersteunen om eigenlijk een beetje toch hun droom waar te maken. Ja, een echt familiebedrijf ja, dus. Ja, inderdaad. Klopt. Ik heb eigenlijk nog nooit Limburgse wijn geproefd, dus ik ben wel benieuwd. Zullen we eens gaan proeven? Ja, oké, dat is goed. Dat is echt zo idyllisch. Ik krijg echt zo'n vakantiegevoel. Want druiventelen associeer ik met Italië of Spanje of met andere Zuiderslanden. Dus het is wel bijzonder dat dat in België ook kan eigenlijk. Ja, inderdaad. Klopt. Ze hebben zelfs 4 verschillende soorten druiven hier. We maken daar 8 verschillende soorten wijn van. Nu, die 4 verschillende soorten druiven is Chardonnay, Auxerrois en Pinot Gris. En dan hebben ze de Riesling ook nog. En de Riesling die wordt aangeplant, die is aangeplant aan het kasteel van Duras in een ommuurde wijngaard. Dus daar is eigenlijk ook wel een microklimaat. Als je er binnen wandelt, voelt je ook dat het wel veel warmer is, waardoor de druif veel beter en sneller kan rijpen. En het zijn ook wel allemaal witte wijnen dan? Ja, het zijn allemaal witte wijnen wat ze hebben. En ze hebben ook 1 mousserende wijn. En dat is ook iets nieuws wat ze hebben. En welke wijn zijn we nu aan het drinken? Dit is de wijn Chardonnay Auxerrois. Het zijn eigenlijk 2 verschillende soorten druiven. Chardonnay en Auxerrois. 1 van mijn lievelingswijnen. School, zou ik zeggen. Altijd. Dat is wel heel lekker. Beetje zoet ook. Ja, inderdaad, klopt. Iets is meer voor bij een aperitief te drinken. Voilà, ideaal. Ideaal. Ik ken Haspengouw eigenlijk vooral van zo wandelingen en fietsroutes langs de fruitvallei. Ja, inderdaad, klopt. Er zijn heel veel fietsroutes en wandelsroutes hier. Maar ik heb vandaag voor een ander leuk alternatief gezorgd. Oh, wow, dat ziet er wel grappig uit. Wat is het? Zijn Fatboys zijn elektrische scooters. Oké, leuk. Goed, dan zijn we weg, hè? Ja. Let's go! Waar zijn we nu juist? Dit is een van onze pronkstukken van onze regio, het kasteel van Duras. Het is gebouwd in 1789. Het mooie daaraan is het ook dat het nog altijd in bezit is van de graaf en de gravin. Ah, hier woont nog altijd die wonen iemand. Ook nog altijd, oh, okay. Ja. Oké, okay, de poort staat open, dus we zullen naar de zin gaan kijken. Ja, dat is goed. Oh, wow. Heel mooi. Oh, maar zo groot.
En die wandtapijten, maar super mooi. En dit is de rotonde kamer. Oh, oh mijn zo'n chique kamer. Ja, je kunt het ook afhuren en dan kunt je hier blijven overnachten. Zalig. Ja. Maar ik zou me echt zo'n prinses wanen voor één dag. Oh, wow, zo'n lichte kamer. Dit is de koepelkamer. Als je langs buiten langs het kasteel kijkt, zie je zo die koepel. En de kamer daaronder, dat is deze kamer. Ah, oké. Okay. Je kunt hier ook zelf overnachten als je dat wilt. Ja, oh, zalig. En hier hebben naar het schijnt ook al heel veel prinsen en prinsessen blijven slapen. Oh, oké. Okay. Maar is dat wel een windje? Ah, oh, maar zalig. Ik zou hier echt wel kunnen wonen, eigenlijk. Ja. Maar dat was wel super plezant. Ja. Een heel unieke ervaring, moet ik zeggen. Inderdaad, het is iets anders dan fietsen en wandelen. Hè? Ja, absoluut. Maar ik heb wel dorst gekregen van dat ritje. Ja, ik ook. Ideaal misschien om nu naar de brouwerij van Belderen te gaan. Ah, oké, okay. Goed, dan zijn we weg. Oké. Okay. Dat is hier wel echt heel groot, hè? Wow. Ja, inderdaad, klopt. Achter ons is het brouwerijcafé zelf. En dan hebben we hier het oude gedeelte en vooraan het nieuwe gedeelte. Ik heb hier ook vroeger nog altijd gewerkt van in het begin. Dat is ideaal, want dan ben jij de perfecte persoon om mij rond te leiden. Ja, inderdaad. Volg mij maar. Hier zijn we in het oude gedeelte van de brouwerij. Eigenlijk heel dit gebouw is het oude gedeelte van de brouwerij. De brouwerij van Belderen kent wel een geschiedenis van 400 jaar terug. Kun je dit deel ook bezoeken? Ja, er worden ook rondleidingen gegeven waar ze alles in geuren en kleuren vertellen over de geschiedenis van de brouwerij van Belderen. En dit is dan het oude deel, maar wordt er nu nog altijd bier gebrouwen? Ja, er wordt nog altijd bier gebrouwen. Er is een heel nieuw gedeelte aan de andere kant. Daar is de brouwerij. Oké, dan zullen we ineens daar eens gaan kijken. Ja, oké. We bevinden ons hier in het nieuwe gedeelte van de brouwerij. Maaike en Ronique hebben in 2007 de brouwerij overgenomen. Ze hebben het hier helemaal vernieuwd en zij hebben ook verschillende bieren gemaakt. Ze hebben de Triple Canonic, ze hebben de Wilderen Goud, de Wilderen Kriek en dan hebben we ook een Cuvée Claris, dat is bruin bier. Dus eigenlijk hebben ze een heel groot assortiment aan te bieden. En hiernaast hebben ze ook nog iets speciaals. Oké, ik ben benieuwd. Ze hebben hier ook een destilleerderij. Hier wordt gin, rum, whisky en jenever gestookt. Ah, dat ook nog allemaal? Ja. Maar ik had al keuzes tussen naar de brouwerij. We zullen ons anders op het terras gaan zetten, dan kunnen we eens gaan kijken wat er allemaal is. Oké, dat is een goed idee. Ik drink wel graag blond bier. Dus... Ja. Ah, voilà. Dan zou ik voor de Wilderen Goud gaan. Oké, okay. Stoer en onweerstaanbaar. Ja, klinkt inderdaad. Goed. En dan ga ik voor de Canonic. Oké, ik ben eens benieuwd. School, zou ik zeggen. Gezondheid. Het is wel een heel lekker bier. Heel zacht van smaak ook. Goed biertje. De perfecte afsluiter voor een dagje in een Bourgondisch dorp. Ik ben aangenaam verrast. Ik heb je ook met heel veel plezier rondgeleid hier. En ik hoop dat ik u tijdens de bloesems zeker nog eens terugzie. Dat is goed. Dat zal ik doen. Okay. Mikte parato.